Alright, op vele verzoek een tweede tasting. Wederom op een hotelkamer. Ja. Leuk feitje. Deze keer in Sydney en niet onze hotelkamer, maar jullie hotelkamer. Zeker. Ja, zeker. We hebben het goed voor elkaar hier. We hebben net vandaag onze auto ingeleverd en we zijn nog 2 dagen in dit hotel. Dus, ja, jullie hebben echt een mooi plekje. En een lekker breed bed. Waar je met 4 mensen op kan zitten. Waar je heel veel inzakt ook. Ja. We hebben wat echte Australische snacks gekocht. En wat dingetjes die we ook al wel vaker gegeten hebben. Dus let's start. Oh. Hallo. De honey soy chicken chips. Honing, kip en sojasaus. In een chippy. Ja. Oké, dan gaan we... Eerste reactie? Ja, wel lekker. Mm. Ja, een beetje zoetje. Een beetje zoetje. Maar niet, ik weet niet. Je lijkt geen groot fan. Niet heel bijzonder of zo, vind ik. Anders dan andere chips. Ja. Ik vind het wel lekker. Ik vind het ook wel lekker, ja. Je proeft niet heel erg sojasaus of zo. Ik vind net zoals de sterren op het zakje, 2,5 reet. Ik geef dit denk ik wel 4 sterren. Ja, ik ook. Ik geef dit ook wel 4 sterren. Maar ik ben ook gewoon groot chips fan, natuurlijk. Mooi. Next. Sorry, maar als je deze setting ziet, dan denk je toch aan andere video's waar je gaat opgeven. We blijven nog even in de chips categorie. We hebben nu Burger Rings. Burger Rings. Big Burger. Allee, we hebben even een kleine lamp toegevoegd voor de goede belichting. Klein. Ja. Grote lamp. Hoe ruikt het? Ja, niet echt naar burgers. Oh. Eerder naar? Curry. Oh. Heel klein. Huh? Het smaakt echt totaal niet naar burgers ook. Nee. Er zit ook een beetje een zuurtje aan of zo. Ja. Even nog een keer proeven. Zouden ze gewoon echt een hele burger bedoelen? Zo van met de ketchup. En de augurk. En de tomaat. Of zo, weet ik veel. Dan komt de augurk wel duidelijk naar boven, ja. Ja, en de ketchup. Of ja, curry. En de ketchup, ja. Of curry of zo. Nou, ook hier ben ik geen fan van. Hoeveel reten? 2. 2 reten. Ik sluit me daarbij aan, Marijn. Jij lijkt echt een naaper, maar ik... Nee. Nou, het blijft wel chips... Dus ik ga voor een half puntje meer. 2,5 reet. Ja, ik vind dit ook niet echt lekker. Dus ik ga voor 2 sterren. Dan hebben we de volgende. De Stackers. Groot favoriet van Marijn. Zeker. Een plakje salami, een toosje en een kaasje. En dan kan je dan heerlijk met elkaar eten. Helemaal voorverpakt. Ik kijk hier al dagen uit. Nou Marijn, dan mag jij ze stekken. Maar even, dit ziet er toch ook fantastisch uit. Dan pak je eerst een doosje, dan pak je een kaasje en 1 pepperoni. Kijk. Best dik. Best dikke unit. En dan is het gewoon genieten. Ja, ik ga ook pakken hoor. Mm. Heerlijk. Ik geloof echt geen reet van. Dit kan toch niet lekker zijn? Het kan heel plasticig zijn, toch? Ik schrijf over, want dit is niet... dit geef ik sowieso... 0 sterren. Niet mijn pakje aan. Lekker, hè? Nou, precies wat ik zei. Dit is toch gewoon plastic. Sorry, maar die kaas smaakt nergens naar. Die salami die krijg je bijna niet doorgebeten omdat de helft recycled plastic is. Ja, oh. Gadverdamme. Hoeveel reten? Dat is het enige wat we willen weten. Oh ja. 2. Jij geeft dit gewoon minder dan de hamburger. Geef jij dit dan? Ik geef dit toch wel 3,5 reet. Dat is het hoogste tot nu toe. Jezus. Dat is het hoogste tot nu toe. Dat is het hoogste tot nu toe, ja. Voor $5. Geen geld. $5 heb je toch 4 crackers. Precies. Fucking 4 toetjes. Met plastic salami en een plastic kaas. Rick, en jij? Ik vind het heel leuk voor bij het speelgoed van je kinderen misschien. Als soort van, kunnen ze kok spelen, maar ik vind het niet lekker. Okay. Ik geef dit 1,5 reet. Als volgende taste hebben we de shapes. Maar dan ook nog eens in de Vegemite en cheese smaak. En ze zijn in de vorm van Australië.
Staat gewoon ook op Aussie Legends. Ja. En vinden jullie Vegemite sowieso lekker? Ik heb dat nog nooit gegeten. Oh. Ik ook niet. So here we go. Het smaakt wel echt behoorlijk naar Vegemite. Ja, een beetje te. Nou, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja, ik vind het ook wel prima. Oh, er staat zelfs op. Can you find the Tessie shape in your box? Oh, kijk, hij zit er los in. Ik zie hem hier. Nee, dat is gewoon afgebroken. Een afgebroken Australië is dat. Ja, ik heb hem! We got him. Ja! Yeah. Oh nee! Rick! Ik geef dit 1 ster, want ik zou dit zelf nooit meer opnieuw kopen. Ik zou wel shapes opnieuw kopen, maar niet dit. Ik kan me voorstellen dat als ik dit vaker eet, dat ik het echt heel lekker ga vinden. Dat ik er al aan gewend ben. Maar voor nu geef ik het nog 2,5. Ja. Ik geef dit ook 2,5. Ik vond het wel lekker. Lekker. Maar ik heb wel echt veel beter gehad. Ja. Ben ik mee eens. Maar wel 3. 3 reet. We hebben nu, omdat we overgaan op zoet, gaan we eerst nog een drankje doen. Een echte Australische frisdrank. Het heet Lemon, Lime and Bitters. En het is al door elkaar gemixt. Dus ik ga nu even iets inschenken. Gods, komt er eentje mee. Niet bij. Oh. Handig, maar hij is er volle glazen. Oh. Nou jongens, cheers. Oh, cheers. Proost. Oh, dit is lekker. Ja, het is echt wat voor jou, vind ik. Ja, dit vind ik erg lekker. Ik dacht dat het heel erg bitter lemon-achtig was. Maar het is helemaal niet heel erg bitter. Het heet wel lemon lime en bitters, maar het is niet bitter. Ik vind het best wel zoet. Ik, nee. Ik ben een beetje in twijfel. Ik hou ook niet zo van zoete drank. Maar ik vind dit nog wel oké. Okay. Nou, gelukkig hebben ze niet in Nederland, want ga ik het niet bestellen. Doe mij maar carnaval. En gewoon een biertje. Carnaval mijn leven. Onze voeten zitten waarschijnlijk echt tering. Wat in beeld. Dat was bijna een broek, jongen. Dat ik een soort hobbit ben nu. Zo met die voeten zo. Met die dino-tenen. Die zitten tering groot in beeld. En mag ik even de onderkant van je voeten zien? Oh, nee. Oh. Wat? Rick, jij hebt echt met alles een beetje op. Oh, ik heb helemaal vlekken in mijn broek. Uh-oh. Oh, maar die broek. Gewassen. Die broek is er. Ja, die broek, die is zo fantastisch. We gaan het een cijfer geven. Dan geef ik 1,5 reet. Oeh. Nee. 2 reet. 2 reet. Mooi score. Ik geef dit denk ik ook 2 reet. Ik geef dit wel een zakje honing kip chips of wat was het? Met daarnaast dit drankje. Ja, ik geef dit ook 4 reten. Ja, ik geef dit wel 4,5 denk ik. Dit zou echt mijn nieuwe favoriete frisdrank kunnen zijn. Met mijn biertje. Het volgende wat we gaan proeven is de Kara Milk Walibi. Het is een soort chocola. Met karamel, een golden blend of caramelized white chocolate. Ooh. Oh, white chocolate. Oh, ze zijn nog een keer verpakt. Prachtig. Extra veel afval. Ik ga proeven. Mm-hmm. Okay. Wacht, maar ik wil nog even mijn chocolaatje laten zien van dichtbij, want hij ziet er echt heel schattig uit. Mm. Het doet me ergens aan denken, maar ik weet niet wat. Ja. Aan Werther's. Werther's Original of zo. Oh. Ja. Chocola. Ja. Oh, misschien lijkt het ook wel een beetje op toffievee, ja. Ik vind het wel echt lekker. Ik vind het ook heel lekker. Ik vind het ook echt lekker, het maar... Gewoon, het is gewoon hele lekkere witte chocola met nog een beetje extra karamel. Oh, wel. Het is wel echt zoet. Je moet er denk ik geen 2 achter elkaar eten, want dan ben je heel misselijk. Als je hier te veel van eet, krijg je sowieso maagzuur. Wel made in Tasmanië. Echt? Oh. Ja, probably made in Tasmanië. Oh, cool. Hoeveel reten? Hmm.
Ik geef dit wel... ik vind het wel echt heel lekker eigenlijk. Ik geef dit toch wel echt 4,5 reet. Zo! Zo. Ik geef dit 4 reten. Ik vind het echt lekker. Maar het is nog geen 4,5. Ja, net iets hoger dan de stekkers. 4 reten. Toch nog hoger dan de stekkers? Ik had niet verwacht dat het nog ging gebeuren. Nee, ik ook niet. Dus, Hier heb ik na 1 echt wel genoeg van. Dus 3,5 reet. Next one. We gaan nu de Tim Tams doen. Dat zijn echt hele Australische koekjes. En de gewone heb ik al wel een keer geproefd, maar de double coat nog niet. Dus dat gaan we nu even proberen. Ja, wij eten deze best wel eens. Ja, we kopen deze wel regelmatig. Heerlijk. Double coated. Ja. Oké. Okay. Niet echt verschillend ten opzichte van die andere. Nou, Tim Tams zijn gewoon überhaupt wel lekker. Ja. Of nou double coated zijn of niet. Ja. Het is wel de original, ja. Zeg maar. Dit is ook original zonder iets nog erin. Lekkerst. Cijfer? Ja. Nou, weet ik het goed gemaakt. Er zitten 9 biscuits in. Een halve sterke 9. Dus 4,5 reet. Ja, ik ga ook voor 4,5 ster. 4,5 reet. 4,5 ster reet. Dit is wel echt 4,5 waard. Ja. Absoluut. Ja, ik twijfel. Ik denk dat ik het zelfs 5 sterren ga geven. Zo. Omdat ik gewoon nu al weet, als we weer in Nederland zijn, dat ik deze koekjes wel echt ga missen. Dat is echt lekker. Erg lekker. Oh. Haal hem maar uit. Doe het in de kop. Ja. Ik ga voor de echte Australische TV snacks. Wat hebben jullie? Kerstboom. Zo'n fucking driehoek. Dan een driehoek. Ik heb een... Bloemkool. Spook? Cheers. Wat is die van mij dan? Of is het een koksmuts? Ja, een koksmuts. Eeuw, ik vond deze vorige keer veel lekkerder. Nou, ik vind het wel lekker alsnog hoor. Mm-hmm. Wel lekker. Maar het gewoon, ja, die pure chocola maakt het ook juist wel... Vind ik wel nice. Ja. Maar goed, net na de... Tim Tams. Ja. Ja, ik zou wel gewoon dit hele zakje in één keer opeten, per ongeluk. Ja, dat zou mij ook kunnen gebeuren. Klinkt heel positief. Wat is jouw rating? Ja, het is zeg maar, het is heel saai. Want het is niet zo bijzonder. Maar het is wel gewoon heel lekker. Dus ja, ik geef dit wel gewoon 3,5. Ja. Ja, ik ook. En jij? Ik ga toch voor de... Ik denk dat ik dit op hetzelfde niveau ga gooien als de Walibi's. 4 reten. Oh. Ik op hetzelfde niveau als de stekkers. 3,5. Ja, maar hiervoor hoef je niet helemaal naar Australië te reizen. Nee. Is het niet waard? Tim Tams wel. Nou ja, voor het eten hoef je sowieso niet naar Australië te vliegen. Zo! Oké, de volgende die we gaan proberen is de Snickers pot. Niet voor in de vaatwasser of de wasmachine, maar om op te eten. Toen jij zei snikkerpot, dacht ik ook ja, aan. Ja, ik ook. Maar zo'n vorm hebben ze ook. Oh, het lijken wel hondenbrokjes. Geniet van je hondenbrokje. Er zit een pinda in, volgens mij. Dus let op, want het is Snickers. Dus neem let aan. Op. Nou ja. Als je allergisch bent, let op. Er zit een pinda in. Oh, dus pindakaas. Oh, dit vind ik lekker. Ja, dit is goed. Dit is top kwaliteit. Ik wou zeggen, ja, is pindakaasliefhebber Marijn. 5 reten. Dit is wel lekker, maar het zit iets heel zoutigs aan. Ja, dat is die pinda. Ja, dat is die pindakaas. Nee, jullie mogen deze houden, die zak. Dat heb ik al gehoord. Ja, dat heb ik ook gehoord, dat ja. Vind ik een zeer goed plan. Ik geef dit 3 sterren. Ik zou dit ook niet nog een keer kopen, geloof ik. Ja, ik ga denk ik wel voor 4,5 ster. Ik geef dit 3,5 ster. Ga je dit niet opnieuw kopen? Nee, ik ga dit niet nog een keer kopen. Ah. Dan komen we alweer bij de laatste snack van deze tasting. En dat zijn de squirms. Sour squirms. Een soort zure wormen. Blijkbaar echt Australisch? Ja, je hebt ze ook in snakes. Dat zijn de zoete. En dit zijn de zure. Alright. Ja, dit zijn echt mijn faves. Ja, maar Lou vreet deze ongeveer dagelijks.
Er zitten dus ook altijd twee kleuren aan één worm. Met ook allebei echt een verschillende smaak. Dat vind ik goed aan de snoepjes. Ik eet ze altijd in één keer, dus ik heb geen idee dat er twee smaken aan zitten. Nee, precies. Echt de perfecte combi tussen wel nog zoet, maar met een zuurtje. Perfecte chewiness. Ja. Ja. En ook niet heel kleverig. Made with 100% renewable electricity. Zo. Boah. Ja, dat is mijn merk. Ik ben gewoon niet zo heel erg van het snoep. Dus ondanks dat ik dit oprecht wel een van de lekkere snoepjes vind, omdat het zuur is, komt dit voor mij gewoon niet boven de 2,5 reet. Echt? Ja, hier sluit ik me echt compleet bij aan. Het zal wel een Westland dingetje zijn. Maar ik heb dat ook. Dus ik geef het ook 2,5 sterren. Ja, ik vind het heel lekker. Ik, 4,5. Lekker, Marijn. Echt heel lekker. Ja, kan hier kort over zijn. 5. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende. Doei! Doei! Houdoe. Iris is een normale meid. Maar tijdens het eten verandert ze in een monster.